ik denk eigenlijk dat vruchtbaarheidsproblemen en zwangerschapsverlies, dat iets is waar heel veel mensen wel mee te maken krijgen. Ze zeggen wel van 9 op de 10 koppels heeft binnen het jaar, kan binnen het jaar zwanger worden. Maar dat wil ook zeggen 1 op de 10 niet. Ik ben nu zelf 31 en ik heb een dochter van 2,5 en eentje onderweg. En in heel mijn omgeving, de mensen die graag kinderen willen, die zitten daar vol een bak in. Dus die zijn zwanger of net zwanger geweest of aan het proberen zwanger te worden. Maar dus ook met de moeilijke verhalen van die, dus met de miskramen en de onvruchtbaarheid en de IVF. Dat is allemaal eigenlijk echt niet simpel. Het is niet omdat je zwanger wordt dat alles perfect verloopt natuurlijk, of dat dat elke keer zo is. 1 op de 4 zwangerschappen eindigt ook in een miskraam. Dus ja, het is eigenlijk iets waar heel veel mensen mee geconfronteerd worden en waarvan ik dacht, om zo wijd verspreid te zijn, praten we er wel heel weinig over. Het zou wel goed zijn als we elkaar daar meer in kunnen begrijpen, denk ik.